We staan hier in de schaduw van de Sint-Christoffelkerk in Pollaredorp. En dat is de plaats waar op zondag 13 augustus de aankomststreep zal getrokken worden voor de derde rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen. Danny Vermeer, we staan hier in het parochiaal centrum, dicht bij het caféke van het parochiaal centrum. Jij bent penningmeester van de Sint-Christoffelvrienden, zei ik het juist? Ja, inderdaad. Wil jij even kort die Sint-Christoffelvrienden voorstellen? Wat doen die? Hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn gestart in 2008, onder impuls van onze voorzitter André Heemrijks. Onze intentie, onze bedoeling was eigenlijk om wielerkoersen te organiseren voor voornamelijk aspiranten, dus vooral de jeugd naar boven te laten komen. We hebben dan onmiddellijk in ons tweede werkjaar het Vlaams kampioenschap voor aspiranten georganiseerd in 2010. In 2013 was eigenlijk ons voorlopig hoogtepunt, dat was het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen. En nu sinds 2017 zijn we mee in de organisatie gestapt van de Ronde van Oost-Vlaanderen, samen met de VZ2 Ronde van Oost-Vlaanderen. Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften? Voor beloften. Die loopt van wanneer tot wanneer? 11 tot 15 augustus. Ja. En welke andere gemeenten zijn betrokken bij deze organisatie? Nevel, Haasdonk, Pollaarden, Merelbeke en dan Waterland-Oudeman. Jij zit een beetje aan de bron als penningmeester. Is of blijft dit financieel en organisatorisch een haalbare kaart voor jullie? Het wordt uiteraard moeilijker en moeilijker. We zien het ook op de wieleraffiche van Nienhoven. X aantal jaren geleden stond daar nog een twintigtal koersen op. Ik denk nu dit jaar 7 of 8. Dus veel organisaties die er ook mee stoppen. Voor ons blijft het werkbaar. We hebben een hele goede, trouwe sponsor, fanbase, laat het ons zo noemen, die ons doorheen de jaren blijven steunen. Waarin verschilt het organiseren van een rit in de Ronde van Oost-Vlaanderen van een doorsnee kermiskoers? Voor ons is het organiseren van een rit al dusdanig iets gemakkelijker, omwille van het feit dat we natuurlijk ook dit doen in samenwerking met de Ronde van Oost-Vlaanderen. Dus dat betekent dat zij ook al een aantal zaken, zoals een deel van het printwerk, op zich nemen. De contacten met de stad en dergelijke meer worden ook grotendeels door hun gedaan. Voor ons blijft het dan de logistieke ondersteuning ter plaatse hier in Pollaarden. Ik heb gemerkt op de affiche dat er ook melding is van de eerste memorial Patrick de Donker. Dat klopt. Van waar die keuze? De firma De Donker is altijd een van onze trouwste sponsors geweest. En ook trouwens een persoonlijke vriend van onze voorzitter. Het overlijden heeft ons uiteraard ook diep aangedaan. En dat is voor ons een beetje de enige manier waarop we Patrick nog levende of bij ons kunnen laden eigenlijk. Ja. En het is ook dus de bedoeling om dat nog jaren te doen? Dat is uiteraard de bedoeling, ja zeker. Hebben jullie een idee hoeveel renners er het startblad zullen tekenen bij de openingsrit? Hebben jullie daar zicht op? Momenteel nog niet, maar ik denk dat er sowieso een 25-tal ploegen van een 5-6-tal renners zeker present zullen zijn. Er zijn regionale ploegen, er zijn ook de belofte teams van de grotere ploegen en ook een aantal buitenlandse ploegen, ja. Hoe schatten jullie het belang in van die Ronde van Oost-Vlaanderen voor de renners zelf, voor die beloften? Het zijn uiteraard beloften die aan de breakthrough staan, de doorbraak staan naar een eventueel profcontract of elitecontract. Dus voor hun is het eigenlijk het ideale moment, zoals ik al daarnet ook zei. Het is de enige ronde voor beloften in België. Dus voor hun is dat een ideaal moment om zich ook te tonen. En het parcours hier in Pollaar is selectief genoeg, denk ik, om voor een aantal van die renners om dat zeker te kunnen. Er wordt gestart in de Schuitstraat. Kun je ons iets een klein beetje meer vertellen over het vervolg van het parcours? Ja, dus we vertrekken in het centrum hier in Pollaren. En dan gaan we via de Hoofdstraat richting Heirbaan, richting Gerasbergen, Nieuwenhoven. En dan keren we via fameuze Roost, gekend in Pollaren, terug naar onze aankomst hier dan in het centrum van Pollaren. En de streep is getrokken.
vertrokken tegenover het parochiaal centrum. Parochiaal centrum, inderdaad. Ja. Hoeveel ronden dienen de renners zo af te werken? 11, ja. Is goed voor ongeveer hoeveel kilometer? Dan moet ik eens 144 kilometer. Ja. 144 kilometer, ja. Nu, wie aan Pollaren denkt, die denkt natuurlijk aan de Pollarenberg. Ik heb begrepen dat die niet in het parcours zit. Is daar een bepaalde reden voor? Pollarenberg, 11 keer beklimmen is al een vrij op zich prestatie, denk ik. Het is ook een ronde, dus de renners komen uiteraard van de voorbije dagen ook van andere wedstrijden. En jullie zijn de derde rit, hè? Inderdaad. Komen er nog twee achter ons, dus ik denk dat er ook gekeken wordt om de renners niet te vermoeien, of niet te veel te vermoeien uiteraard, voor de twee andere ritten die nog volgen. Jullie maken ook melding dat er gekoerst wordt op een open parcours. Wat betekent dat voor supporters, niet-supporters, mensen die toevallig in Pollaren verzeild geraken? Dat betekent dat we eigenlijk vanaf 12 uur, dus wij gaan sowieso voor de mensen van het parcours nog een flyer in de bus droppen. Maar dat betekent dat dus de koers kan meegevolgd worden in de richting van de koers. Maar bij de aankomstzone zal ook dus tijdelijk verkeersvrij gehouden worden op het moment van vertrek en aankomst uiteraard. Er is ook voldoende begeleiding van politie en rijkswacht, politiediensten. Welke initiatieven denken jullie in de toekomst nog te nemen? Zijn er nog andere wedstrijden buiten de Ronde van Oost-Vlaanderen, een rit in de Ronde, die jullie denken te kunnen binnenhalen? Dat zal een beetje afhangen van de vraag uiteraard. Vorig jaar zelf zijn wij, na het afhaken van de organisator, zijn wij denk ik binnen een periode van 5 à 6 weken als vervanger opgetreden voor het provinciaal kampioenschap voor juniores. Dat is vrij vlug in elkaar gestoken ook. Dus we hebben wel die flexibiliteit om vrij vlug iets in elkaar te boksen. Zoals ik al zei ook, in 2013 hebben we een Belgisch kampioenschap gegeven. Dat is denk ik het maximum, het toppunt van organisatie ook voor ons geweest. Zijn er behalve het schilderen van de aankomststreep nog andere randactiviteiten voorzien? Bezoekers, waar kunnen zij eventueel terecht? Tussen twee ronden in, bij wijze van spreken? Het parochiaal centrum in Pollaren uiteraard. Hè. Wij gaan hier drankstanden voorzien. Na de wedstrijd is er organiseren we ook een barbecue voor onze sponsors, hè, als dank u, hè, voor hun financiële steun. En na de koers, of na de barbecue zelf, hebben we nog een optreden van een lokale coverband uit het Aalsterse, Shake It.